Het was een vreemd gezicht in 2010, toen hier met 1250 balen stro een huis werd neergezet. Een laag leem eroverheen en klaar was het. Iedereen die vond het maar apart wat we gingen doen. Het was iets anders, hè, en anders is toch vaak weerstand. En nu dat het klaar is, is iedereen wel super positief. Audrey zag er jaren geleden al de voordelen van in. Omdat het gezond, warm en energiebesparend is. Audrey was in Brabant de eerste, maar dat is al lang niet meer. Er is nu zelfs een strobouwvereniging en er zijn cursussen om zelf te leren bouwen. Dus wij krijgen eigenlijk wekelijks nog mensen hier over de vloer die willen voelen voelen hoe het is om in zo'n huis te vertoeven. Ja, het is gewoon een warm, knus gevoel en ja, het geeft gewoon heel veel rust, deze ruimtes. We merken wel dat er een tendens is dat mensen steeds meer gaan bouwen met stro. Wij waren de eerste hier in Noord-Brabant. Wij hebben er ons beroep van gemaakt en we zijn een bedrijf gestart. En we hebben inmiddels al 7 huizen gebouwd en we zijn nu ook met 3 huizen bezig. Er zijn dus nu meer huizen in Brabant van stro. Dit huis bijvoorbeeld staat in Kuik. En dit is een hotel met 6 kamers in Haps. Deze huizen in Eindhoven zijn straks ook deels van stro en leem. Hier wordt gewerkt met deze panelen die kant en klaar uit de fabriek komen. Een huis is zo neergezet. We kunnen een woning bouwen ongeveer 1 verdieping per dag. Stro isoleert ook heel goed. Het isoleert ongeveer 2 keer zo goed als wat nou de norm is. Dus de bewoner heeft ook een lage energierekening. Waarom wilt u een woning met stro? Het binnenklimaat is zoveel anders als je in een strowoning woont. Dat je daar gewoon een ander gevoel bij hebt. De bouwkosten van het huis van Audrey waren 180.000 euro. Een koopje. De kosten zijn zo laag omdat je zelf heel veel kunt doen. De vereniging Strobouw Nederland is nu aan het kijken of deze vorm van bouwen ook voor de vluchtelingen ingezet kan worden.